Ook afleggers in districten krijgen de gelegenheid om zich te vaccineren tegen hepatitis B. Dat zegt vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, Prim Ritu. De federatie van afleggers is vandaag samen met het ministerie van Volksgezondheid een vaccinatiecampagne gestart. Het doel is om elke aflegger in Suriname te vaccineren, zodat die beschermd is tegen ziektes. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat afleggers tijdens het uitoefenen van hun werk het risico oplopen om besmet te raken of ziek te worden met de dood als gevolg. Een hepatitis B-vaccinatie zou voor dit probleem een goede remedy zijn. In totaal moet elke aflegger zich 3 keren laten prikken om voor een periode van 10 jaar beschermd te zijn. Ritu zegt dat met de Federatie van Afleggers een programma wordt voorbereid om ook de afleggers in de districten tegemoet te komen. Vandaag was het de beurt aan de afleggers van Paramaribo en Wanica. We zijn met de federatie in gesprek geweest om dit voor te bereiden. En het is afgesproken dat vandaag, na de launching van deze activiteit, de andere districten ook worden bezocht om de mensen daar te vaccineren. Het wordt een beetje moeilijk om iedereen naar hier te laten komen. En vandaar dus dat wij met hen straks een werkprogramma hebben opgesteld om die dan uit te voeren voor het gehele land. Nee, vandaag niet. Vandaag is alleen Paramaribo en Wanica, heb ik begrepen. Dus deze vaccinatiecampagne gaat dus verder naar de districten Saramaka, Koroni, Nikeri en dan ook in oostelijke richting. Ritu zegt verder dat de Pan American Health Organization, PAHO, het vaccinatiebeleid heeft uitgestippeld. De Internationale Gezondheidsorganisatie heeft aanbevolen om risicogroepen te vaccineren. In dit geval is een van de aanbevelingen ook van de PAHO om risicogroepen die dagelijks in contact komen met mensen in hun werk ook te vaccineren. Ik kan dan hierbij noemen op de eerste plaats de mensen in de gezondheidszorg. Niet alleen zij die met de patiënt, maar ook iedereen rondomheen, ook de administratieve krachten daar binnen zo'n instelling. We denken ook aan militairen, politiemensen, immigratiemensen. Iedereen die dus in een setting komt waar contact is met mensen. En vooral, je weet niet wie tot de risicogroep behoort. Je weet niet wie besmet is, je weet niet wie besmettelijk is. Dus een van de dingen in deze is dus vaccineren om te voorkomen. Prim Ritu, vertegenwoordiger van het ministerie van Volksgezondheid, vandaag bij de start van de vaccinatiecampagne voor afleggers in Stichting Pijl en Boog. Het initiatief komt van de Federatie van Afleggers in Suriname onder leiding van Gerald Eingaard.